Kijk, ik kan niet antwoorden als Serien Veer nog als hoogleraar deontologie, dus dat zal ik niet doen. Ik ga iets zeggen als minister van Justitie, maar met afstand van het proces. Ten eerste, die term psychisch ondraaglijk lijden, en men gaat daar zelfs over debatteren, is een term die misschien wat nader moet bekeken worden door de wetgever, zodat de interpretatie daarvan door de rechtspraak gemakkelijker valt. Ten tweede, ik denk dat opnieuw hier blijkt dat Assisen niet de geschikte plaats is om veel strafprocessen te behandelen. Ongelukkiglijk was net op het moment dat er doorverwezen is naar Assisen een vernietiging van een wet door het grondwettelijk hof. Want anders zou Assisen niet bevoegd geweest zijn. Wat vervelend is, is dat een euthanasie die niet beantwoord aan de grondvoorwaarden of aan de procedurevoorwaarden, dat die blijkbaar, wanneer dat niet is, geen bijzondere straf krijgt. Dus in de euthanasiewet staan geen straffen. En dat zou zich moeten geregeld worden. Maar men komt dan ineens terecht in moord of zelfs een verzwarende omstandigheid, gifmoord. Dus dat moet u aanpakken. En dan drie, die evaluatiecommissie. Mijn partij, zeg ik nu even, vraagt al sedert 17 een evaluatie van de wetgeving en van de commissie. En het blijkt dat dat wel op zijn plaats zou zijn vandaag. Maar zegt u dat dan ook duidelijk, sorry? Ja, ja. Nee. Van ja, dat moet inderdaad afgesproken worden van als ze fouten hebben gemaakt, wat is dan de mogelijke straf dat het niet tot gifmoord moet komen? Wel, ik leg dat maar op tafel. Het is de eerste keer dat het zo extreem gebeurt. Maar het is een beetje iets waar men aan moet denken. We hebben al heel veel gevallen van euthanasie gehad, hè, die via die commissie zijn gepasseerd. Er zijn er, bij mijn weten, bijna nooit voor de strafrechter gekomen. Ik moet altijd met twee woorden spreken. Maar dit is nu het eerste echt ophefmakende proces. En het blijkt dat er toch wel ergens een gaatje zit. Als men ineens naar gifmoord gaat, dat is toch moeilijk.